Hallo, welkom bij een nieuwe vlog, video. En vandaag zijn we de rooimachine aan het repareren. Er zijn een paar lagertjes kapot. En ik ben de grasmaaierbek aan het klaarmaken voor de lente weer. Dat hij weer kan gaan maaien. Aan het schoonmaken en de messen slijpen. En dat hebben we al gedaan, ga ik wat over laten zien. Het hek is weer geplaatst langs de wei. Want dat moest natuurlijk weg, want het erf is iets groter geworden. Nou, dat ga ik jullie laten zien in deze vlog. Hallo, we zijn de wieletjes van de grasmaaier zijn we er eventjes aan het afmaken. En dat doen we zodat hij weer goed kan draaien, want nu draait hij niet zo heel erg goed. Hij is een beetje stroef. Dus dan doen we er wat van dit soort spul omheen en dan gaat het wat minder stroef. En dat spul is ook zodat hij niet gaat roesten. Nou, het is al een beetje geroest, dus we zullen volgend jaar wel een nieuwe in moeten. Maar in ieder geval dan kunnen we er nu weer een seizoen mee maaien. Nou, en dan hier zo zit een moertje. Die moet ik er even... Die moet ik er helemaal afdraaien. Zo, ik heb het moertje eraf. Ik heb er wat spul op gedaan, zodat ik hem wat makkelijker afkreeg. En nu gaan we dit buisje eruit halen. En sorry dat ik niet zo heel veel kan posten in de winter. Dat komt omdat we geen winterproduct hebben, dus wij kunnen dan niet veel in de winter doen. Dus dan doen we wat van deze klusjes. Zo, en dan doen we wel een beetje zo. En aan deze kant. Zo. Zo, we hebben hem er nu uit en dan halen we het buisje halen uit. Dit is een soort van lagerachtig iets. En hij is een beetje aan het roesten zoals je ziet, dus dan moet volgend jaar wel een nieuw kind. Maar doen we een beetje zo. Proberen dat hij niet roest. Zo. En dan doen we hem er weer in. En dan kan hij ook weer hierin. Het hek is ook weer geplaatst. Hier zo weer tot aan de sloot, helemaal zo, is weer geplaatst. Dat hebben ze vanmorgen gedaan. Ik was toen op school, dus ik kon het niet filmen. Maar in ieder geval, dit hek dat staat er nu weer. Maar straks moet dat wel weer een deel weg. Maar dat is pas over een maand, want dit zand dat moet natuurlijk altijd nog naar de windmolen. Maar daar zijn ze nu bezig aan een reparatie nog. Dus dat kan nog niet. En dan worden die platen er neergelegd voor een bietenstortplaats. Dus dit moet wel weer weg. Het is nu tijdelijk even. Maar in ieder geval de paarden kunnen er wel weer een beetje lopen. Maar er is overal nog grond. Maar ze kunnen in ieder geval een beetje lopen. En ze kunnen een beetje op deze berg grappig lopen, zeg maar. Dus het is wel fijn dat het hek er nu wat even staat. Zodat ze weer even ergens een beetje plek hebben waar ze weer een beetje kunnen doen. Het is de enige, ja, daar is ook nog een wei, maar daar staan ze meestal nooit in de winter. Dus dat is meestal een zomerplek, omdat het daar in de zomer altijd in de schaduw is. Dus dit is dus tijdelijk, maar het staat er nu wel weer. Dus dan ziet het er ook weer uit als een volledig erf met dat hek er ook naast en zo. En hier komen dan twee rijen bieten als dat kan. Dus dat is hartstikke mooi. En hier zo zijn bij de roer zijn de rollen eruit daar zo. Want daar zo waren de lagertjes stuk van. Maar het is heel moeilijk om erbij te komen. Dus daar zijn we ook al een paar dagen mee bezig.
Maar daar zijn een paar lagertjes kapot. Dus dat, dat moet ook weer gerepareerd worden. Ik zal die, die kapotte lagertjes wel eens even laten zien. Hier zo heb je die twee kapotte lagertjes. Maar één van dat is deze. Die is wel heel erg kapot. En deze is een beetje kapot. En er zijn twee nieuwe. Ik grabbel er nu eentje uit de doos. Hier zo, dit is er eentje. Die is ook al gebruikt hoor. Maar die is nog niet kapot. Dus en dan moeten we er nog een paar bij bestellen. Dus, nou ja, dit was de vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei!